met een blinddoek. Ja! Oh! Oh, ogen! Goed zo, Luc. Ja! Ogen dicht. Goed zo! Oh, ja. Nee. Goed gedaan! Ik wil het zelf maken. Ja! Naar boven! Goed zo! Bolle en Luc. Oh, die doen het alle drie! Dit is de echte! Zes, schatje! Dat is de bril. Kom naar dat! Goed, de start af! Oh, oh! Fijn om weer thuis. Een hele goede morgen. Ja, welkom weer in deze nieuwe vlog. We zijn er wel in gaan, familievloggers. En we zitten nog steeds in de coronacrisis. Ja. En vandaag is het donderdag. Donderdag, een lange studiedag. Een lange dag, nee, geen studiedag, een lange schooldag. Schooldag, ja. Alleen dan niet naar school, want de kids kunnen niet naar school. Lexie, ja. Dus we gaan weer thuis aan de bak. Ja, ik ga de honden een grote wandeling geven. Dus jij geeft de kinderles, ik geef de hondenwandeling les. En kijk weer gezellig mee. Inmiddels zitten wij weer aan tafel. Goedemorgen allemaal. En we gaan zo meteen weer beginnen met... thuisschool, de bellies. Het is vandaag vrijdag en ik ga de kids weer thuis wat les geven. Ik heb op de tafel al wat werkjes voor ze neergelegd. Dat als we zo het beschuitje op hebben, dat we even lekker wat huiswerk gaan maken. Maar gym hebben jullie al een hele tijd niet meer gehad. Nee. Dus mama dacht, misschien is het wel een leuk idee om straks als we dit af hebben, om dan eens gewoon gymles te doen. Maar dan thuis. Ja. Oh, papa. Goed zo. Papa. Zo. Oh, papa. Oh, papa. Is dat papa? Ja. Mama ook een visje vangen? Ja. Even kijken, welk visje ga ik vangen? Oeh. Help mij. Ja, ik heb er ook één. Mij. Goed zo, haal hem er maar af. Mam, is het nou 2 en 3? Nee, mama. Ja, 2 en 3. Ja. Oh, lieve mama er ook af. Ja. Goed zo. Dus hoef ik niet meer nodig. 13, 14, 13. Ja, 13. Top. Heel goed, Luan. Bedroom. Waar is het bedroom? De slaapkamer. Goed zo. Heel goed, Luan. Niveau wat leuke werkjes gedaan. En het is nu tijd voor de gymles vanuit huis. Hiervoor heb ik wel wat inspiratie op gedaan op Google. Gewoon gegoogeld thuis gymmen en dan kom je op allerlei sites. Dus wellicht ook een leuke inspiratie voor jullie thuis. Als jullie thuis niet weten wat je moet doen voor gymles, kun je dit wellicht nadoen. Er zitten heel veel leuke spelletjes bij. Dus we gaan gymmen. Daar gaat-ie! Wat zijn jullie aan doen? Oh,
begonnen met de gymles. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, wat is het, Luxie? Luxie aan het slepen. Doei! Luxie. Ah, vind je dat leuk, schatje? Ah. Nou, nee, hè. Luxie, dat komt ze niet. Vind je dat leuk, liefie? Eerste spelletje is iets met mandarijnen. Ja. Kijk, we hebben 2 mandarijnen. Jullie krijgen zometeen allebei 2 mandarijnen. Ja, jij ook. Ze denkt, oh, die gaan we lekker opeten. Jij 2 mandarijnen. Jij 2 mandarijnen. We hebben precies genoeg mandarijnen. Ja, en jij? Okay. Het eerste spelletje wat we gaan doen is... We gaan leren... Jongleren. Allee! Ja, en we gaan kijken wie dat het beste en het langste kan volhouden. Gooit in principe eerst de ene de lucht in. En dan geef je die andere aan de andere hand. Zagen jullie wat mama deed? Kijk, je gooit hem de lucht. Kijk naar deze. Oh, goed zo, Luxie. Luxie gaat zo klinken. Ik kom op in. Zag je dat? Dus één gooit de lucht in en de andere geef je in die hand. Hop. Hop. Ja, kunnen we dat proberen? Oké. Probeer maar. Oké, nog een keer. 1 in de lucht gooien en de ander geef je een andere hand. 1, 2. Nee, maar je moet proberen de bal of de mandarijn recht naar boven te gooien. Jullie gooien hem ergens anders heen, maar dan kan je hem niet meer vangen. Maar hem recht naar boven gooien. Ja, goed zo, Luo. Bijna. Ja, goed zo. Ja, en die andere geef je een andere hand. Van die naar die. En naar die. En naar die. En naar die. Probeer maar. En naar die. Ja, nog een keer. En naar die. Dit is dus een motoriek oefeningetje, zoals jullie begrijpen. En naar die. Ja, maar dan moet je wel in de lucht gooien. Nou geef je hem over. Ja, en nou moet je hem doen. Maar je moet hem iets rechter naar boven gooien. Dan. Jij gooit hem naar je andere hand, maar je moet hem recht naar boven gooien. Ja, en dan vang je met je andere hand op. Dus je gooit hem recht naar boven. In je andere hand vang je hem op. Recht naar boven. Vang je hem op. Oh, dat was het raam. Goed zo. Ik kan het maar met 2, jongens. Ik kan het niet met 3. Maar ik kan het nog wel een beetje met 2. Dan ziet het er ongeveer zo uit. En mam, kon je het nog vroeger? Met 2, ja. Met 2 kan ik het. Ik kan het niet met 3. Waarom kan je dat niet? Ja, nou ja. Omdat ik dat heel vaak te oefenen. Kijk, zo kan je ook vanuit. Dit? Dat je dan dit doet en dat je met je handen elke keer... Nee. Dat je dan dit doet en dat je dan... Nee, ik kan alleen maar met 2. Maar jullie moeten eerst proberen met 1. Ja, en daarna met 2. Doe je zo. Zie, dit. En op een gegeven moment ga je het steeds sneller doen. En dan doe je... En dan gaat het veel sneller. Dan lijkt het alsof je het tegelijkertijd doet. Zag je dat? Nou, op naar de volgende spel. Yes, oh, okay. En ik eet een lekker mandarijn op. Oké. Wil je er nog één? Een mandarijn. Ja. Ja. Ja, ja, we zien hem, we zien hem. Ja. Hou maar vast. Nou, we eten even een lekker mandarijntje. Het volgende spelletje is met een blinddoek. Wat gaan jullie nou doen? Jullie krijgen 1 voor 1 een blinddoek om. En wij gaan degene die de blinddoek om heeft opdracht geven ergens heen te lopen in het huis. Wat ben je doen? Gebarentaal. Okay. Ik zie niks. Helemaal niks? Hoeveel vingers steek ik op? 1. Goed zo, je ziet niks. Luan, waar moet Lucilla in het huis heen lopen? Achter het hele huis. Ga naar de tv. Okay. Eerst makkelijker en steeds moeilijker. En raak hem maar aan. Oké. Okay. Ja! Nou, dat is een makkie dus. Volgende. Okay, ga naar... Jouw slaapkamer. En waarom staat dan de kooi op jouw kamer, op deze kamer, Lucilla? Nou, dat Lucilla zo erg graag Sammy keer op zijn slaapkamer. Was hier even aan doucheren. Blijft Sammy 1 weekje op Lucilla's kamer staan. Nou, Sil, je hebt hem gevonden. Hartstikke goed. Oké. En mag mama er ook eentje zeggen? Ja. Oké. Loop naar... naar mama en papa's bed. Oké. Okay.
ze lopen. Je ziet niks, hè, Lucille? Ik lijkt er wel op. Maar ik heb ook al mijn ogen dicht. Oh, dus kan niks. Ik heb gewoon de weg in mijn ogen. Oké. Okay. Nu is Luan aan de beurt, jongen. Blinddoek op. Ik ga echt gaan we een hele moeilijke bedenken voor jullie. Nee, niet een hele moeilijke. Een hele moeilijke. Ja, ze gaan naar... De tuin. De tuin. Ja, welke tuin? De achtertuin. Nee, sorry, de voortuin. De voortuin. Nou. En nu naar de bank. Oh! Nu naar de bank. Ja! Ja, goed zo, Luan. En nu? Waar moet je nu heen? Nu weer naar jouw slaapkamer. Naar Luan's slaapkamer. Nu wil ik één. Oh, kijk uit. Oh! Oh, ja. Ja. Oh, gaat het? We waren schoenen voor papa. Nee, dat was. Luan zit een beetje te grappen, jongen. Nee. Boom, hè? Ja, Luan, boom. Je bent op een slakkamer. Ik ben bij je slaapkamer, jongen. En waar moet Luan nu naartoe? Naar de achtertuin. De achtertuin. Oké. De achtertuin. Au! Het is een hek. Oh, Luxie. Au! Ja, dat was Luxie. Lekker. Dit is Luxie's slaapkamer, jongen. Kijk uit met de trap, alsjeblieft. Kijk uit met de trap. Ja. Hier. Ja, voorzichtig. Ja, oké. Okay. Wacht. Auw, doe er even weg. Ja! Okay, goed zo, Luan. Dat was de tuin. Ja. Voor het vogelspel hebben we... nodig. Oh, we gaan een trommel maken. Nee, we gaan geen trommel maken. Daar gaan we sokken en dan moeten we proberen. Dan moeten we op een stip staan en moeten we daar sokken in gooien. Ja, heel goed. Het zet maar neer. Ja, zet maar neer. Ja, met de ogen dicht kan ook. Wat jullie willen, misschien zijn we wel beter. Oh, ja. Nee. Het volgende is inderdaad het sokken in pannen gooien. Dus ik heb hier een mandje met allemaal sokken. En de kinderen mogen daar pannen neerzetten. En dan is het de bedoeling dat ze deze sokken in de pannen gaan mikken. En wie de meeste sokken in de pannen heeft gemikt, die heeft gewonnen. Mijn sokken? Het zijn sokken voor jullie alle drie. Zo. Hier. Nou, ze zetten alle drie even de pannen neer. Maar goed zo, Luxie. Zet maar neer. En deze komt hier. Kijk, hier. Ik vind het helemaal perfect zo. Ja. Je mag twee keer eentje met kijken. En de andere keer doen we zonder kijken. Okay. Goed? Waar moeten ze allemaal één in gooien? Nou, in de pan. Kijk wie het meeste in de pan heeft. Ja, tot alle sokken op zijn. Nee! Ja! Ja! Goed zo! Lekker, jongen. Nee! Bijna. Ja. Hoeveel sokken zitten er in de pannen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, nou volgende ronde, maar dan met blinddoek. Onthouden we even de 6, goed? Okay. Ronde 2, geblinddoekt. En dan zeg jij of die erin zit? Nee, niet erin. Nee. 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 Zit hij erin, Luxie? Nee. Nee. Ja! Die zit erin. Goed zo. Oeh, bijna. Ja! Nee. Ja!
tellen. Hoeveel zitten erin? 1, 2, 3, 4. 4 en 6 is? 10. Goed zo, Luan heeft 10 punten. Nu Lucilla. Ga je gang, Sil. Bijna. 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 Oeh. Kan je het goed zien, Luxie? Ja. Ik kan het bijna. Oh, iets te hard. Bijna. Ja. Goed zo. Je hebt het heel goed gedaan. Mama. Goed zo, Luxie. Luxie gooit het. Ja. Iets te hard. Jammer. Jammer. Goed mikken, Sil. Goed kijken. Jammer. Op. Oké, okay, punten tellen. Nee. Hoeveel zitten erin? Twee. Oké. Hé, Luxie. Nou, de blinddoek op, Sil. Nu met de ogen dicht. Hij zegt ja! Ja! Wauw. Zo, even tellen. Die ging goed, joh. Die ging beter als de eerste ronde. 4. 4 en 2. Hoeveel punten is dat samen? 6, hè? Goed zo. En hoeveel had Luan? 10. Dus wie heeft er gewonnen? Luan. Hé, maar misschien wil Luxie ook een keer gooien. Wil je ook gooien met de sokken? Ja, nou mag Luxie. Ga maar staan en succes. Gooi. Goed zo. Nog een keer. Ja, harder gooien, Luxie. Ja! Goed zo! Nou, Luxie zelf maar gooien, Sil. Sil heeft het te leuk. Bijna, iets harder! Iets harder! Ja! 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 Goed gedaan! Luxie. Kijk eens hoeveel sokken! Kijk eens hoeveel sokken! Wow! Nee. Goed zo, Luxie. Kijk, er is gooien. Silla. Sil, je wordt bekogeld. Allemaal sokken. Is hij leeg? Ja! Goed gedaan. Bij het volgende spelletje hebben we ballonnen nodig. En die moeten ook even opgeblazen worden. Zet even de pannen terug. Kijk, zet de pannen terug. Kom maar. Nee. Leg maar ze netjes in. Oké. Ballon? Wil je ook een ballon? Ik wil ook een ballon. Ja, deze is voor Luan. Helpen? Oh, goed zo, Sil. Kijk dan. Mama. Goed zo. Mama, even deze helpen? Ja. Ik wil eigenlijk een blauwe. Oh. Ik wil zelf maken een blauwe. Mama. Zo. Mama. Knopje erin. Wow. Volgende. Zie ik Lucilla helemaal niet meer. Oh, daar is Lucilla. Heb je nog adem? Ja? Kijk, dan is er plaatsen voor Luxie. Ze hebben ruzie om de deur. Luxie wilde ook blauw. Luxie, wil je deze blauw? Deze oplassen voor Luxie. Mama, Luxie mag ook blauw. Lux, kom maar, blauw. Wow. En het is weer goed. Ik weet wat we wat gaan doen. Wie de langste ballon in de lucht had. Heel erg goed. We gaan doen wie het langste de ballon met de handen in de lucht kan houden. Ja? En mama doet ook mee, goed? Mama. Zet je weer neer. Mag ik geen? Zo. Mama, is deze mooi? Ja hoor. Maar geel. Ja, dan zeggen we klaar voor de start en dan gaan we, ja? Drie, voor de start, af!
Kijk, Lucilla gaan. Oh. Ja. Ja. Oh, dit is mama, hè? Dit is voor mama. Mama ook? Ja. Wow, 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 wow. En Luan heeft gewonnen! Luxie gaat erop rollenbollen, hè, Luxie? En hij moet helemaal hoog. Ja. Ik zie het, liefie. Oh. Kijk uit voor Luxie, jongens. Luxie rolt op de grond. Ja, ik zie het. Ik kan het wel heel hard volhouden. Ja, omhoog. Ja, ik zit rollen. Wow. Ziet het. Nou, het duurt echt heel erg. Ja, mama. Ja, mama ballon. Ja, een beetje. Oh, woe, daar ging die bijna mis. Woe. Oh, 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 oh. Lucilla. Nee, 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 nee. Ze heeft hem nog in de lucht. Ja, doe maar, Luxie. Ga maar omhoog. Goed zo. Oh, dan maar omhoog. Nou, dit spelletje kunnen ze nog wel even volhouden, volgens mij. Ja, Luan heeft weer gewonnen. Mama. Ga je erop zitten? Dat is een mooi stoeltje. Het volgende spelletje gaan we kijken hoe lenig jullie zijn. Als eerste gaan we op ons hoofd staan. Op de bank. Op de bank. Oh, gelukkig. Kijk, kunnen jullie dat? Ja. Ja, kijk dan. Oh, kijk dan. Ja. Oeh, Lucilla. Luxie ook? Oké. Gaat Luxie dat ook doen? Oh, Luxie wil dat ook doen. Goed zo. Oh, Luxie. Je moet wel de andere... Oh, kijk dan. Oh, nee, laat ze maar even. Ze probeert het zelf. Heel goed, Luxie. Heel goed, liefie. Kijk, hè? Oh. Ik kan dat. Ja, je kunt het ook lang volhouden. Oh. Kijk dan. Goed zo, Luxie. Kijk even het hoofdje. Ja. Kijk dan. Ze doen het alle drie. Ik vind het geweldig, jongens. Echt super. En nu kijken of jullie de split kunnen. Nee. Lucilla weet wat de split is volgens mij. Wie is de eerste kant bedoel je? De split of de spagaat? Sil, ik weet niet precies wat wat is. Volgens mij is dit... Sil. Ja, jij kan ook de split of de spagaat. Maar dit is de echte split. Dat is de split. En wat is dan de spagaat? De spagaat is één been zo en een ander been zo. Nou, gaan we die eens even proberen. Gaan we maar eens even proberen. Eén been naar voren en één been naar achter. Maar dat kan wel. Probeer maar. Ik kan hem. Ja. Ja. Goed hoor. Nee, ik kan alleen de split. De split, oké. Hoe gaat de split? De split is heel wijd. Ja, maar weet je, die moet dat trainen. En als je dat steeds vaker doet, worden je spieren langer. En dan kan je het steeds beter. Ja, de brug, jongens. De brug. Dit is de hond. Ja, zie Luxie. Luxie. Goed zo, liefie. Wat is de brug? Dit is de brug. Oei, nou, nee, nee. Je moet je arm andersom doen. Goed zo, Luxie. Die kan ook de brug. Kijk. Goed zo, schatje. Hey, wat sta je er mooi bij. Wat knap
van jou. Heel goed. Ja, ik zie het. Ja, Lucilla gaat op de kop staan. Oeh. Goed, schatje. Zo. Nee, je armen. Ga eens liggen. Liggen. Dan moet je je armen zo. Zo. En nu jezelf naar boven drukken. Druk jezelf door. Ja, dit is de brug. Goed zo. Zul je arm. Nee, ga eens liggen. Liggen. Je armen achter. Ja, nu jezelf naar boven drukken. Ja, goed zo. Dat is de brug. Nu al. Luxie ook de brug? Kijk jongens, Luxie kan ook de brug. 1, 2. Ja! Goed zo! Luxie, je brengt de koel! Mam, ik kan niet. De volgende is met een boek op je hoofd. Ja, ik ga het voordoen. Jolladier. Over de bank lopen. Ik ga eens even staan, dat is toch makkelijk. Daar gaan we. Zonder dat die valt. Goed zo, Luxie. Jouw boek valt niet. Goed zo. Oh, ja, dan moet je overnieuw beginnen. Als hij valt, moet je weer overnieuw beginnen bij de start. Nou, Lucilla. Oh, Lucilla. Boefie. Je hebt de haarband erop gezet. Oh jee, ja. Balans, balans. Ja. Oh. Jullie spelen vals. Oké, doe maar een rondje gewoon over het kleed. Hey, doe maar een rondje over het kleed. Misschien is dat wat makkelijker. Heel voorzichtig, rondje over het kleed. Goed zo, Luan. Leg hem eerst op een goed punt neer bovenop je hoofd. Ja, dat denk ik ook, schatje. Ja, keurig. Balans, hou balans. Goed zo, Luxie. Deze is best lastig, hè, jongens? Ja, volgens mij kan Luxie dit wel het beste. Kijk maar. Oh, jongens. Goed zo. Voor de volgende opdracht zijn we buiten. We gaan glijbaanopdracht doen. Wacht even. Ze moeten zo snel mogelijk binnen 1 minuut van de glijbaan iedere keer de rondjes om en om en om en om en om. Volgens mij zijn ze al begonnen. Oké, kinderen, heel even de regels. Even de regels. Je mag elkaar niet van de glijbaan duwen. Ja, dus je moet het samen doen. Oké, ik heb hier de stopwatch. Klaar voor de start. Klaar voor de start. Af. En dan gaan ze. Valse start. Oké, nog een keer overnieuw. Klaar voor de start. Af. Daar gaan ze. De glijbaan race, niet zo'n succes. Maar goed, we gaan eventjes buiten. Helpen, een fietsje. Ja, we gaan buiten even een fietstochtje maken. Kijk eens, fietsje van Luxie mee. Daniel die is nog steeds met honden aan het wandelen, jongens. Ik denk dat hij een grote hond aan het doen is. Maar goed. Ja, Luxie wil niet op haar driewielertje, maar op deze. Dus mag ze op deze zitten. Kom maar, schatje. Nou, Luxie wilde toch niet in het driewielertje, maar ze wilde in deze. Nou, en dan ondanks dat we binnen toch een beetje hebben gesport, wilden ze nog even uitrazen buiten. Dus we gaan even met de fietsjes het parkje heen en weer. Om even ook hier buiten de energie kwijt te kunnen. Niet te hard, hè? Oh, daar gaan ze. Luan op zijn veel te kleine fiets. Zie je dat, Luxie? Zie je dat? Dat is heel hard. Nou, we lopen hier het bruggetje over. Kijk eens. Goed zo, jongens. Wat zijn ze nou aan het doen? Oh, Lucilla was de berm ingereden, volgens mij. Kijk, daar gaan ze weer. Kijk dan. Zo, gaat het goed, jongens? Ja. Ja? Ga maar lekker naar het speeltuintje, goed? Ja. Oké. Okay. Zo, Lu. Heb je veel te kleine fiets? Gaat het nog? Ja. Nou, ga maar een speeltuintje goed. Maak er daar even een tussenstop.
Oh, wil je erbij, liefie? Kom. 1, 2, 3. Ik zie ook handen wassen, hè? Erbij, zo. Het is druk bij de kraan. Zo, dat was weer de postbode, maar ik heb niks besteld. Maar jongens, wat is dit? Kijk eens. Volgens mij is dit een... Een chubby. Oeh, is lekker. Dit is een perspakketje, denk ik. Cola. Cola. Fristie. Er zit zelfs een... Steenpapier. Een wc-rol. Nou, die hebben we gelukkig nog genoeg. Wat is dit? Kijk dan. Ik denk dat dat een perspakketje is, jongens. Wat is een perspakketje? Een perspakketje. Dat is van een bedrijf. Kijk, dat dacht ik al. Even kijken. Leuke educatieve spelletjes om mee te spelen met je kinderen. Nou, superleuk. Maar waarom zit er dan een cirkel bij? Ja, dat is iets wat denk ik... Dat snappen denk ik alleen volwassenen. Maar er zit een wc-rol bij, omdat iedereen in de supermarkt wc-papier in slaan toen de corona uitbrak. Een chippy. Wil jij een chippy? Dat mag. Jungle Speed pakketje. En Concept Kids. Met iets met dieren. Ik ken het spel niet. En deze is een kaartspelletje volgens mij. Kaartspelletje. En dit. Wat is dit dan? Iets met dobbelstenen. Oh, die ken ik volgens mij wel. Dan moet je een verhaal vertellen aan de hand van de dobbelsteen, is het volgens mij. Superleuk, dankjewel voor de gekregen spelletjes. Die kunnen we vast wel zeker wel gaan spelen de komende dagen. Kijk eens wie er thuis komt. Hallo, hallo. Hey. Hallo, hallo allemaal. Vader. Ik heb een hele grote wandeling gemaakt. Oké. Okay. Ja. Nou, jongens, op de wandeltour. 13.380 stappen. Goed hoor. En die woeselpoortjes ook. Kom maar, nou, woeselpip. Kom maar lekker naar binnen toe. Kom maar naar binnen. 14.000 stapjes. En ik heb mijn handen natuurlijk weer gewassen. En daar is mijn Lucilla. Hey Lucilla, weet je hoeveel stappen ik heb gewandeld? Bijna 13.000 stapjes. Veel hè? Ja, lekker chillen. Nou, lekker chillen op de bank. Fijn om weer thuis te zijn. Zo, het is alweer een tijdje later. De meisjes die zitten even samen lekker op de bank met een paprikaatje YouTube te kijken. En papa die is alweer lekker aan het koken. We hadden gisteren macaroni gemaakt en we hadden nog heel veel. Dus hij is even nog wel lekker brakken in het opwarmen van gisteren. Ja, kan nog lekker door. Ja, dan gaat het ruikt nog prima. Vond je wel? Ach, die koek daar. Oh, ja, daar. Kom hè. Ja, ik mag niet naar de kapper. Ik durf het aan, want inderdaad is dit. Nou, wij gaan lekker eten en wat er bent. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Morgen, Friday. Je hart, boem boem mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.